Hey mensen, leuk dat jullie weer kijken. Wij gaan vandaag Dave printen. Dave had gevraagd of hij een keer vermeld wou worden in een filmpje. En bij deze Dave, wij gaan een filmpje over jou maken. Dave, veel kijkplezier. Nou, wat gaan we doen? We gaan Dave printen. En we moeten ook kijken of Dave te vinden is. En Dave is te vinden, denk ik wel. En daar is hij. Nou, dit is Dave. We gaan hem downloaden van Thingiverse. En dan gaan we Dave printen. En voordat we dat gaan doen, moeten we eerst iets aanmaken, zodat Dave ook kan staan. Dat hij hem in de auto kan zetten, hè. Dus we gaan hem eerst even downloaden. En dan hier hebben we de helft. Die moet ik downloaden. En die. En dan gaan we hem even aanpassen in FreeCAD. En dan gaan we die printen. En dan heeft Dave. Heeft zijn Dave. Nou Dave, ik ga er een voetje onder maken, zodat je hem op het dashboard kan zetten van je auto. Nou, Dave heeft een voetje. En dat voetje gaan we even kopiëren. En dan gaan we even naar de achterkant van Dave. En dan... Als het goed is, moet dat er precies bij passen. Ja. Klopt dat met de tekening? We moeten hem iets naar voren schuiven bij hem. Diegene heeft dat getekend. En dan moeten we iets naar voren. Oh, dat is omhoog. Ja, dan heb ik de achterkant ook. Even kijken hoe het zit met de voetjes. Ja. En even bij de andere kijken hoe het zit met de voetjes. Oh, kijk. Dat klopt iets niet. Wees ook niet. Even kijken. Zo, dan klopt die wel. Ja. Ja. We gaan hem klaarmaken van de printer. Nou, dit gaat hem worden. We gaan het proberen te printen. Het duurt 3 uurtjes. En misschien kan ik het hem dadelijk nog geven. Dave die gaat ons bedrijf verlaten. Die heeft ergens anders werk kunnen krijgen, omdat we bij ons op het werk niet meer het werk hadden wat hij graag deed. En volgens mij wou hij wel graag blijven, maar omdat hij zijn werk niet meer kon vinden daar, moest hij het werk weer gaan zoeken ergens anders. Dus is het helaas dat hij weggaat. Maar om toch dat hij aan ons denkt, denk ik, print ik hem een leuk item voor op zijn dashboard. Vandaar dat ik dit filmpje ook maak. Nou Dave, bij deze, je wordt nog geprint. Ik plak het aan elkaar en je krijgt het vandaag nog. Nou Dave. Daar gaat ie. Het wordt glow in the dark, wordt het, zodat hij ook in de auto s'avonds licht geeft als hij de auto uit gaat. En ik ben eens benieuwd of het lukt. Thank you.
Glow in the Dark. Nou, Dave begint al aardig hoog te worden. Hij is nu bezig. 2 uur en 38 minuten. Ik schat nog een half uurtje. Dan is hij klaar. Nou, hij is klaar. Dave is klaar. We gaan hem eraf halen en dan gaan we hem klaarmaken. Nou, Dave voor en achter is klaar. En die moeten nou zo op elkaar komen. Dus ik ga ze met secondenlijm met elkaar lijmen. En dan is die klaar. Hier nog wat dubbelzijdige tape. En Dave is klaar. Nou, ik ga hem met elkaar plakken. Nou. Ja. Oeh, er zit nog wat vast aan de hand. Ah, nou, die is klaar. En dan dubbelzijdige tape erop. En dan hebben we Dave. Nou, even aftekenen. Uitknippen. En klaar. Zo. Kan hij me op het dashboard plakken. Nou, even de lamp bij doen. En zo ziet hij dus uit in het donker. Grappig, hè? Nou, hij is klaar. Ik zou zeggen, Dave, succes bij je nieuwe werkgever. En ik hoop dat je werk ook leuk is. En deze die krijg je. Ik denk dat je hem al gehad hebt. Als je dit ziet. En dan zou ik zeggen, tot de volgende. En wil je andere filmpjes zien? Dus niet over Dave, maar andere filmpjes over 3D printen. Over robots bouwen, over laswerk, alles wat met megatronica te maken heeft. Dan moet je je hier abonneren. En dat zou ik zeggen. Dag, dag. En deze zou zeggen. Dag, jong.